Hoe lang zou ik hem eigenlijk maken? Net zo lang als eigenlijk de E of zo? Ja, een beetje in verhoudingen kijken. Ja, een beetje in het algemeen, dan kom je half tussen. Je kan gewoon, als je de vorm zo hebt, dan kan je in principe toch nog aantrekken en dan kijken of het de juiste lengte heeft. Zo. In relatie tot. Heel lang hè, dus ik ga net zo goed wel even zo'n P maken. Ja. Zo, nog het een. Oeps. Klaar. Ja, precies. Dit is ook leuk. Komt die cirkel weer terug? Nee, ik zie wat er gebeurt. Hij heeft niet goed afgesloten. Illustrator zegt dan dat dat wel zo is, maar uiteindelijk is het niet. Ja, daar moet natuurlijk ook wel een elementje aan zitten, vind ik. Als je daar nou die cirkel in brengt die net even voorbij kwam. Wat zei je nou? Toen hij niet past. Ja, als je dat nou hier uit die cirkel gewoon een binnencirkel uithaalt. Zo, ja. Dat is een F en een O. Wat confusing. Ah. Oké. Okay. Ik snap het dilemma. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is echt iets... Best wel een grappige zo. Oh, dan gooi er gewoon een beetje humor bij en dan zit er gewoon een oogje of zo, weet ik veel. Ja, een oogje. Ja, dat is wel schattig. Ja, leuk, maar dat heeft eigenlijk helemaal niks met logo te maken. Wacht even. Ja.
Volgens mij ben je er. Nog niet helemaal. Even in laten werken. Geef hem even een kans te laten zijn. Alles is uiteindelijk opgebouwd. Even. Sorry. Dan doe je gewoon dit. Om net dat elementje nog toe te kunnen voegen. Ha! Beeldig! Heel progressief. Natuurlijk ook.